Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij een nieuwe Vraag op Straat. Nou, de lente is meteorologisch gezien begonnen. De jasjes gaan open en morgen gaan de stembussen open. Ja, en de vraag op straat is, gaat Breda stemmen en waarop? Morgen gaan de stembussen open. Waar gaat u op stemmen? Voor nu op de ChristenUnie. Partij van de Arbeid, ja. En waarom precies? Ik sta achter hun beleid. En ook omdat ik zelf christen ben. Dus ja, lijkt me ChristenUnie ook wel een slimme keuze. Ja. Ik heb heel lang getwijfeld, heel lang. Maar ook vooral vanwege het beleid van de afgelopen 4 jaren... hebben ze eigenlijk toch te weinig hun sociale gezicht gezien tegenover de VVD. Maar als ik nu zo de debatten volg, dan is het toch mijn partij. En dat is daar eigenlijk altijd al geweest. Waarschijnlijk op Forum voor Democratie. Nou, wij zijn nog steeds 7e, maar we hebben een paar alternatieven. Waar we vanavond eigenlijk nog een kort gesprekje over zullen hebben samen met mijn vrouw. We zullen gaan doen, morgen. We hebben er een aantal keer de stemwijze gedaan met een aantal vrienden ook. En er kwam Forum voor Democratie ook uit. En de punten, daar ben ik het wel mee eens. Tussen welke partijen zweeft u? Ja, nou, tussen de SP en 50PLUS en GroenLinks. En we hebben net ook flyers gekregen van Bertolt. En die hebben we ook al een paar keer op televisie gezien. Dus we hebben eigenlijk nu 4 ploegen waar we op moeten stemmen. Dus we zweven gewoon. Ja. Toch voor Nederland, voor hè, het land zelf waar ze voor strijden. En ik weet niet of je zelf bekend bent met de punten van Forum Democratie. Redelijk, ja. Ja, ik kan me er heel goed in vinden. Dus ik sta wel achter hun mening en achter hun standpunten. En morgen gaat u naar de stembussen toe? Ja, zeker wel. Zeker wel. Stemmen doen we altijd. Maar vanavond gaan we eventjes samen rond de tafel en dan beslissen we eventjes.